Wat dacht je toen je voor het eerst op Shopee stapte? Oh, Jill. Zo bang. Hoi, ik ben Jill Huibrechts en dit is mijn Dutch View Vlog. Hey allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze video. Ik ben niet verdwaald, maar ik ben in Markelo. En dat is echt, voelt echt als het einde van de wereld. Ik ben nu in het centrum, want ik ben even gestopt bij de supermarkt. Want ik ben onderweg naar Jordi. Die woont echt dik anderhalf uur van mij vandaan. Vooral als er echt gewoon kilometers file staan. Want blijkbaar wil iedereen hierheen. Dus ja, echt was echt drama. Maar goed, ben in de stad. En ik was even naar de supermarkt, net hier gestopt. En toen appte ik Jordi. En die is blijkbaar in de supermarkt er tegenover. Dus fucking toevallig. In ieder geval, ik ga even iets naar binnen douwen. Want het is 6 uur of zo. En we hebben een beetje haast. Want we gaan de Q&A opnemen. Waar de vragen zeg maar voor zijn gesteld op Instagram gisteren en vandaag. En jullie hebben echt super veel vragen gesteld. Maar we gaan niet alleen Q&A doen. Ik wil zeg maar ook wat meer van Jordi laten zien. Dat jullie hem echt leren kennen. Want hij is echt zeg maar zo in één keer erin gekomen. Op mijn YouTube kanaal. En ja, het is natuurlijk wel leuk om meer te weten van hem. Dat je ook weet van, oh, dit en dat. En dat is zijn verhaal. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus ik ben bijna bij hem op stal. Daar ben ik in de buurt. En ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden in de video. Kijk, dit is dus Markelo City. En ik heb net daar even iets gekocht. En blijkbaar is echt daar achter die auto de plus. Nou, ik ben aangekomen inmiddels. Ik heb het gevonden. Ik ben eigenlijk niet eens verdwaald. Dus dat is super leuk. Maar in ieder geval, ik ben dus bij Jordi. Jullie wisten dat ik daarna onderweg was. En we staan bij de stal van Heavenly. Dus een van Jordi's paarden. En ik denk dat het wel fijn is als Jordi eerst gewoon eens even vertelt. We weten zijn naam al. Hoe oud hij is. Hij is niet net zo oud als ik. Misschien iets vertellen over. Ja. Waarom wij samen goed overweg kunnen ofzo, of dat wij zeg maar raakvlakken hebben ofzo, ja, daar iets voor. Nou ja, ik ben dus Jordi, ik ben 23, ik ken Jill van KNS Talentplan en daar hebben we een paar keer gesproken en elkaar ontmoet. Ik denk dat we allebei onze paarden opleiden van niks naar een hoog niveau en dat we dat vrijwel zelf doen allemaal. En zodoende raakten we steeds vaker aan de praat en bleek dat we toch wel heel veel gemeen hebben. Ja, want jullie kennen zeg maar, jullie hebben mij zien rijden op Chapeau Spirit heet dat paard. Dat is Jordi's wedstrijdpaard. Die staat hier niet. We zijn nu bij een van de andere paarden even op de stal. Maar vertel daar eens over, want jullie weten allemaal dat ik Macho en Enzos als 3-jarige heb gekocht. En dat ze helemaal nog niks konden. En dat ik zeg maar, dus ben gaan trainen en natuurlijk heel veel afzien en zo, maar dat hoort er allemaal bij. En dat je uiteindelijk zeg maar het hoogste niveau hebt behaald. Jij dan in eventing en ik dan in dressuur. Ja, dat heb jij dus ook met Chapeau en met Burry. Ja, dat klopt. Dus ja, dat is dus hetzelfde. En daarom ja, klinkt het zo goed tussen jullie en mij. En daarom vinden wij het ook heel leuk om dat te vertellen aan jullie. Want jullie weten dat ik altijd zeg van, if you can dream it, you can do it. En dat, ja, dat sluit dus echt totaal ook op Jordi aan, want ja, dat is dus ook precies hetzelfde verhaal als dat het met mij is gegaan. Maar wij willen jullie natuurlijk ook gewoon inspireren met dat het ook op een andere manier kan. Nou, jullie weten dat zeg maar al een tijdje via mij, maar ik vind het ook super leuk dat ik dus een jongen ook nog heb gevonden die eventing doet, dus een andere tak van de sport. En die dat dus ja, ook zo heeft zeg maar, voor elkaar heeft gekregen. Dus ja, misschien als je eventing doet of springen of zo. Of zelfs dat zuur dat je ziet van, nou ja, het is wel echt mogelijk. Dus dat vinden we heel leuk om te vertellen. Ja, ja, helemaal mee. Maar ik ben dus ouder. Ja, ja, niet altijd even wijs. Jawel, je bent wel ouder. Jawel, ik ben wel ouder. En we zijn allebei blond, dus we kunnen ook geen grapjes maken over elkaars haar. Jij bent net blond. Zo stom. Ik ben helemaal niet net blond. Gewoon een beetje geholpen. Ja. Ik denk dat we gewoon maar even gaan beginnen met de vragen die gesteld zijn op Instagram. Want het waren er echt superveel. Wat ik net ook al verteld in de auto. En dat is natuurlijk echt super leuk. Dat iedereen alles van jou en ook een beetje van mij wil weten. Dus ik denk dat we daar maar mee gaan beginnen. En dan leren jullie Jordi vanzelf beter kennen.
Ga je nou... Oh, jij zit gewoon een flex app, man. Ja, ik moet wachten op jou de hele tijd. Jezus. Iemand moet de techniek doen. Oh. Heb je daar ook afstand van? Ja. Roos X Nikki vraagt, hoe lang rijden jullie al? Ik rijd vanaf mijn 9e, ben ik begonnen op een fokmerrie van mijn opa. 9? Ja. Ah, je was laat. Ja, ik was niet zo vroeg. Ik heb eerst geschaatst, voetbal, tennis, ik heb alles gedaan. Oh. En toen ben ik pas begonnen met paardrijden op fokmerrie van mijn opa en daarna kreeg ik mijn eerste B-pony. Oh, dus je bent op een paard begonnen en toen op een B-pony? Ja, ik moest eerst kijken of ik leuk vond voordat ik eigen pony mocht. Oh ja, ja dat is echt goed, hè? Goed. Oké. Okay. Ja, ik ben begonnen toen ik 6 was, maar dat was gewoon op een manege. Maar dat weten ze allemaal al. Gewoon op een manege pony. En toen kreeg ik mijn eerste pony en dan was ik denk 7 of zo, maar dat was ook een E-pony. Oh. Dat was een paard gefokt, ja. Dus die was pas op de groei gefokt. 1,56,5, ja. Al die ouders op de groei gefokt. Ja, dat is slim. Dat was zo'n vraag van, wat dacht je toen je elkaar voor de eerste keer zag? Maar ik, dat ja, was toen bij Ankie. Dat was bij Ankie, hè? Dat zaten echt... we aan de bakrand, toch? Ja, precies, ja. Daar bij die kantine. Toen zei ik, hoi, ik ben Jordi. Maar toen was je echt, ik vind dat jij echt al volwassener bent geworden. Toen was je echt nog wel heel schattig. Ja, nu, ja, ik was echt zo'n klein jongetje. Ja, toen was je echt wel veel. Ja, dat klopt. Best wel, dat vind ik ja, echt. Als ik, want ik moest er even aan terugdenken. Ja, jullie zaten er allemaal een jaar in. Ik kwam er als een van de weinige nieuwelingen. Nieuw. Oh, maar we waren wel de enige twee dan. Ja, ik voelde me wel een beetje, ik denk, no. Al die mensen hier, ik weet niet of dat wel wat voor mij is. Ik ben wel benieuwd waarom jij voor eventing hebt gekozen en niet dressuur of springen. Ik ben natuurlijk begonnen met springen. Oh echt? Nee, eerst dressuur. Je moet een winstpunt halen voordat je mag springen. Dus ja, ik moest eerst dressuren. Ja, maar dat is maar heel kort. Vond ik alleen een beetje saai. Ja. Dus toen ben ik gaan springen en dat was heel leuk. En toen ging ik crossen. Die kick was nog groter dan bij het springen. Dus ja, iedere keer die kick om die hogere en moeilijkere hindernissen te nemen, dat vind ik denk ik het mooiste aan crossen en daardoor ben ik voor crossen gegaan. Plus dat je toch alle drie de disciplines goed moet kunnen. Dus je bent een soort... allrounder? Ja, allrounder. En dan, ja, ik vind het wel gaaf dat je alles goed moet kunnen. Of in ieder geval probeert te doen. Maar ik denk wel dat mensen eventing rijden, dat ze wel echt eventing rijden voor de cross. Ja, uiteindelijk wel. Want anders ga je wel iets anders doen, denk ik. Want als ik zou, ja... Ja, de cross en de combinatie van die drie onderdelen. Ja, oké. Okay, maar nu is zeg maar het crossen een beetje voorbij, ja. Dus ga je nou deze winter, ga je dan dressuur opstrengen en ga je dan springen? Ja, ik rijd wat indoor dressuurwedstrijden, maar vooral springwedstrijden. Ik heb hier ook meer springpaarden staan dan dressuurpaarden. Nee, met Chappie bijvoorbeeld? Chappie die loopt een paar keer set dressuur en een beetje set springen. Oké, okay. Ja, want ja. Dan kan je dus oefenen, want van de zomer moet je dan weer crossen. Ja, binnen is ook wel eens cross, toch? Ja, maar dat is nou ja, of heel ver weg of... Niet op een hoger niveau, dus daar... Hoi. Ja, ze hebben nu ook even vakantie na het seizoen. Shoppie staat dan ook gewoon lekker in de wei. Even van zijn vakantie te genieten. En dan over een maand dan begin ik weer rustig met trainen en dan gaan we weer richting volgend seizoen werken. Heb je wel eens een moment gehad dat je paardrijden even niet zag zitten, zeg maar? Dan moet je ooit wel van. Ja, die heb ik wel eens gehad, ja. Als dan alles tegen zit en je paard heeft bijvoorbeeld een wondje en een dikke kogel, niet helemaal goed. Dat je denkt van, waarom allemaal? Ja. En dat komt altijd tegelijk. En dan heb je echt zoiets van, waarom? Ja. En toen heb ik wel een keer gedacht van, nou, weet je wat, ik vind het allemaal wel leuk. Ik ga op tennis. Oh nee, dat had ik al opgegeven. Ja. En met je, zeg maar, niet, zeg, ik hoef niet heel details over je puberteit te hebben en zo. Maar zeg maar, had je toen niet, zeg maar, dan is het wel een beetje dat heel veel mensen of doorgaan. Maar vaak zijn dat de meisjes, hè? Want die krijgen dan een vriendje en dan krijg je allemaal dat soort dingen. Is dat echt... Ik ben daar wel vrij standvast in geweest. Oh. Dus jij ging niet Nee. Toen tijdens paardrijden. Tijdens paardrijden, ja. Ja? Dus jij zat liever op een paard dan dat je een vlugeldopje op je neus had? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, altijd. Nou. Maar daarbij wel een feestje natuurlijk, maar ik zat wel liever op paard. Als ik moest kiezen, dan ging ik naar een paard. Oké, okay, ja. En jij dan? Want nu word ik wel nieuwsgierig. Ja, nee, ik ben ook helemaal niet zo'n party animal. Maar, ik weet niet. Ik vond toen, zeg maar, met school en zo. Ik heb niet op een loodschool gezeten, jij wel? Ja. Jij wel op een loodschool? Ja, ik dus niet. Ik heb gewoon op een normale middelbare, niet voor speciale kinderen.
Ik was gewoon te lastig, ze denkt stop niet meer in de loonschool. Ja, die krijgt speciaal onderwijs, die jongen. Ja, want ik denk dat ze nou ook wel benieuwd zijn wat dan het verschil is. Maar misschien moeten we daar een andere video over maken. Want dan, ja. Jezus, sorry. Die heb ik nog niet gezien. Ja, nou was me zo. Oh ja, dat vond ik wel leuk om te weten. Wat is jouw grootste paardenbloeper? Je hebt vast iets heel erg. Nou, ik heb op Dumfries gestaan. Oh! En dan maakte ik een mooi salto het water in. Dus ik denk dat dat mijn grootste paardenbloeper is. Oh, die willen ze allemaal zien. Ik ga proberen om die. Nou, maar dat is echt super stoer hoor. Nee. Jawel, ik vond heel. Ja, ik vond niet grappig. Nou, het was best grappig achteraf. Je valt wel vaker in het water, toch? Eén keer eerder. Normaal niet in het water. Nee? Wat zie je aan het lachen? Ja, ik vind dat gewoon grappig. Maar vind je me gewoon uitlachen? Je moet eraan denken dat je gewoon met helemaal zijnat wegloopt. Lijkt nou, als het lekker warm is, is het best wel chill. Ja. Meestal is het niet zo warm. Helemaal vol onder de modder in je witte broekie. Nee. Nieuw paard of stoppen met YouTube? Moet ik kiezen? Ja. Dat is geen keuze. Nee. Dus of. Of een nieuw paard, of stoppen met YouTube. Nou, dan ik hoef eigenlijk helemaal geen nieuw paard, toch? Ja, dat moet je toch niet aan mij vragen? Nou, ik stel een vraag aan jou. Ja, maar ik heb toch 3 goede paarden? Dat denk ik ook, ja. Maar ja. Nee, dan zou ik... Nee, ik zou niet willen stoppen met YouTube. Zou je ooit met mij voor een dag van leven willen ruilen? Wel op een crossdag. Ja, nou ja, dat zit me dus meteen af te vragen of dat wel een goed idee is. Ik zou dat niet durven, zeg maar. Ik zou het wel willen, maar ik denk dat ik de hele dag gewoon, dan moet ik echt wel wat rustgevers bij het ontbijt nemen, denk ik. ja, het lijkt me wel heel leuk. Ik zou ook wel willen, zeg maar, dat ik wat stoerder was daarin. Maar ja, ik zou het wel willen, maar ik denk dat ik het niet durf. Goeie? Nou, neem het antwoord, denk ik. Wat dacht je toen je voor het eerst op Shopee stapte? Oh, chill. Zo bang. Ik had toen echt super lang niet op een ander paard. Ik rijd niet op andermans paarden. Jij rijdt hier, kijk Jordi, die rijdt hier super veel verschillende paarden iedere dag. En ik rijd zeg maar alleen maar mijn 3 paarden die ik heel goed ken. Jij stapt ook gewoon zeg maar zomaar op een ander paard. Dat maakt jou niet zo heel veel uit. Nee, maakt niet op. Maar ik vind hij is... En nu dwaal je een beetje af van de vraag. Hè? De vraag was, wat dacht je de eerste keer? Ja, ik vond het echt doodeng. Maar ja, ik ben wel een beetje van dat ik altijd zo tegen mezelf zeg van waarom ben ik dit nou weer aan het doen? Dat had ik echt gewoon, ja, snap je dat ik dingen ja, doe? Wel. Dan denk ik weer achteraf van waarom heb ik überhaupt gevraagd of dat we dit gaan doen, weet je wel? Dat was, ja, het was jouw idee. Super slecht idee, ja, dat bedoel ik. Dus dat dacht ik denk, ja. Okay. Zou je ooit samen met Jordi een stal willen beginnen? Oh shit, oeh. Ja, ik denk dat wij elkaar goed aan kunnen vullen. Denken jullie dat ook? Want dat is heel grappig. Eigenlijk zijn we heel erg tegenovergesteld van elkaar. Dat klopt. Ja, dat is heel raar. Maar op de een of andere manier kan dat ook wel. Ja, daardoor kan je elkaar denk ik ook goed aanvullen. Want ik ben dus echt bang. Hij niet. en wat is het mee? Ik ben heel snel zenuwachtig en zo. En heel chaotisch. En Jordi is altijd zo van. Ja, jij bent natuurlijk heel gefine-tuned in dressuur en ik ben daar misschien iets losser in. Ja, dus ik denk, steun ons! Ja, dat doen we ook, steun ons! Wij hopen, zeker. Wij hopen dat wij de vragen goed hebben beantwoord en dat jullie weer iets meer weten van Jordi. En du. En van mij weer iets meer. En ook over, zeg maar, hoe we elkaar hebben leren kennen, et cetera, et cetera. Ik ga niet alles herhalen. Als je dit nou een leuke video vond, doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. En als je nog een idee hebt voor een video, of een challenge. Of een nieuwe vraag. Een nieuwe vraag. Mag je die altijd in de reactie hieronder achterlaten. Dat mag van jou ook, hè? Jazeker. Oké. Ja, hier kan je abonneren. Ik hoop dat het nog in het scherm past. En hier kan je nog een andere video van ons bekijken. En dan zien wij jullie heel graag ook weer in een nieuwe volgende video. Doei doei. Doei. Dat was hem. Tot de volgende keer. Vergeet je niet hieronder te abonneren.